Vandaag, de tweede dag waarop de samenleving op straat mag om inkopen te doen, was het overal weer enorm druk. Onder meer bij Fernandes de Warme Bakker, verschillende winkels, bouwmaterialenzaken en banken waren lange rijen te zien. De politie heeft op strategische plekken wel controles uitgevoerd. In diverse buurten waren er files van tientallen meters. Bij de rotonde van Leiding stuurden agenten de autobestuurders richting de Kameelbrug om het verkeer vlotter te laten doorrijden. Bij verschillende winkels waren er weer lange rijen, zo ook bij Fernandes. Ondanks dat het bedrijf mobiele verkooppunten heeft neergezet, was het overal superdruk. Volgens Angelique Reggio-Diwirio, commerciemanager van Fernandes, probeert het bedrijf de gemeenschap tegemoet te komen met die mobiele units. De reden van het plaatsen van de verschillende mobiele units heeft met het feit te maken dat we de spreiding voor het inkopen van drogen makkelijker willen maken voor de eindconsumenten. En ook om de drukte bij de winkels, bij de supermarkten af te laten nemen. En gezien de situatie wil je geen grote massa mensen in een winkel hebben. En het was meer vanuit het gemak. De ellenlange rij is omdat nu men ervoor kiest om naar de mobiele units te gaan. En er zijn ook protocollen daar die je in acht moet nemen. Rekening houden met COVID-situatie en de spreiding daarvan. Waarbij je ook de afstanden moet houden en niet alles in één keer en iedereen in één keer kan afhandelen. Het neemt je tijd. En het gaat veel langer, je gaat er veel langer over harder dan normaal. En dan worden de rijen langer, natuurlijk, door de wachttijd om een bestelling af te wikkelen. Verschillende mensen die bij de Warme Bakker stonden, maar niet in beeld wilden komen, gaven aan dat bij hun in de buurt er helemaal geen brood in de winkel was. Bij de mobiele unit bij de Sol aan de Jagannath Lachmanstraat liep de situatie bijna uit de hand. De mensen vonden dat ze te lang op hun beurt moesten wachten. Reggio-Diwirio zegt dat de levertijd in diverse wijken verschillend is. Je kan niet alle winkels tegelijkertijd om 7 uur leveren. Normaal vertrekken de drivers hier al heel vroeg. En dan moet je rekening houden met de files, moet je rekening houden met heel wat zaken die in het verkeer plaatsvinden. En ja, je kan niet elke dag 7 uur bij dezelfde winkel aanvoeren. Dus je hebt de leveringstijd van. Die varieert vanaf 7 uur 's morgens tot 12 uur 1 uur in de middag. En soms kan het later worden, maar nu ligt er gewoon verschrikkelijk gedrukt op straat. Dat eigenlijk ook weer niet hoeft. We moeten echt even nu rust inbouwen. Want er wordt een bepaald onrust gecreëerd. Er wordt heel veel gedeeld van dat er geen product op de markt is. Het wordt zo'n dag en nacht bezig. De mensen hier bij de bakkerij kennen hun verantwoordelijkheid. Ze komen hier 2 uur, 3 uur, 4 uur in de ochtend. Laten hun gezinnen achter om heel Suriname te voorzien van brood. Dus als er wordt aangegeven, er wordt geen brood geleverd, dan denken we van maar waar gaan dan alle brood naartoe? Want we leveren 15% meer brood. Dus wij maken ons ook zorgen van waar staat men alle brood op? Want waarom niet 1 huishouding 15 pakken brood mee? Het helpt niet, want we beperken echt de rest die het ook wel dringend nodig heeft. Want alles is zo duur en brood past nog nu in het budget. En het helpt heel veel om een heel huishouden met eten te voorzien. Maar het helpt helemaal niet het hamsteren. Angelique Reggio-Diwirio, manager commercie van Fernandes Bakkerij. Ze benadrukt dat het bedrijf 15-20% meer brood levert bij de winkels en dat het niet nodig is om te hamsteren.